Ja, die gingen ze normaal gezien komen ophalen vrijdag. We zijn nu zondag. Er is iets misgelopen. Ja, ze zijn net mijn Zero komen ophalen. Dus ik heb een update voor mijn Zero voor mijn elektrische motorfiets. Ze hadden dus die tank verkeerd geïnstalleerd. Eigenlijk omdat ze toen telefonisch niet bereikbaar waren, had ik hun via mail gecontacteerd. En we hebben dan vooral op die mailconversatie verder gewerkt. Maar ik had dus een hele mail opgesteld met een overzicht van alle dingen die fout waren. En de eerste reactie was vrij snel wel was van dat is vervelend. Wanneer kun je langskomen om de fout recht te zetten? Daarop heb ik geantwoord dat ik niet zo happig op was om die motorfiets terug te brengen naar daar. Daarop hebben ze dan gereageerd dat ze hem wilden komen halen. Dat ze een vervangmotor gingen achterlaten enzovoort. Dat is wat er nu gebeurd is trouwens. Dus ze hebben een andere. Het is een standaard, maar het is hetzelfde type verder. En het is een blauwe in plaats van een rode. Sea Blue noemen ze dat, denk ik. En standaard is gewoon het feit dat een paar kleine details die anders zijn. En natuurlijk dat hij maar 3 kW kan laden. Maar voor de rest is dat evenveel plezier. Maar ja, kijk, de communicatie verliep van moeilijk. Dat lag even goed aan mij natuurlijk. Ik had vooral, wat dat voor mij ontbrak, was gewoon een concreet antwoord. In de zin van, dat is fout gelopen en dat gaan we nu anders doen. En dat heb ik ook een paar keer zo letterlijk op mail gezet van ik wil concreet iets afspreken, anders heeft het voor mij geen zin om die motor terug te brengen of ik heb er geen vertrouwen in. En uiteindelijk is dat dan ook wel gelukt. Ze gingen hem eigenlijk vorige week vrijdag ophalen, dat is dan iets tussengekomen. Maar nu vandaag dus hebben ze hem wel opgehaald. Ik had daar juist een bericht en effectief ze waren hier en met een grote sprinter die van hun uitgeladen en die van mij erin gerold. Ik heb even ook overlopen wat er allemaal mis was. Maar ik heb er wel vertrouwen in. We zullen zien. Ik binnenkort terug een update. Ik hoop dat het erop vooruit gaat. En niet nog verder op achteruit gaat. Voor de rest, ja. Dus dat is het goede nieuws. Voorlopig goed nieuws. Dus ze krijgen gewoon de kans. Het gaat wel even duren, denk ik. Want ze moeten die lakschade en zo ook herstellen. Maar het slechte nieuws is. Hoeveel verder zijn we? We zijn een maand verder of zo, denk ik. Of ik weet niet wanneer dat was. Ja, in begin januari, dus we zijn begin februari, ja, we zijn ongeveer een maand verder. Het slechte nieuws is dat Zero nog altijd in die maand tijd heeft Zero nog niks. Dus ik heb zowel naar Zero, Nederland, hoofdkwartier in Nederland, als naar die verdeler gemaild. Zero heeft niks van hen laten horen. Nu, omdat ik in contact was met die verdeler zelf, heb ik ook niet zitten pushen of heb ik geen reminders gestuurd naar Zero. Maar ja, uiteindelijk, van een klantendienst zou je toch verwachten dat ze op zijn minst een antwoord sturen. Zelf geen automatisch antwoord trouwens van Zero. Ik heb echt niks van antwoord gekregen van Zero. Dus dat zijn slechte punten voor Zero support, hè. Nochtans, de vorige keer als ik die infiltratie, die waterinfiltratie had met die isolatiefouten, dat hij gewoon stuk was door water. Toen hebben ze wel via Zero, ja, maar dan is eigenlijk alle communicatie via mijn verdeler verlopen. Maar blijkbaar, als je rechtstreeks contacteert, moet je niet op een antwoord rekenen. In elk geval, er zit er beweging in de zaak. Ze zijn ermee bezig.